Het is 26 april en ik zeg autisme spectrumstoornis en dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horvers en ik neem je mee in de wereld van autisme of misschien wel in het leven zelf. Daar komen we gedurende deze vlogs wel achter. Mocht je deze vlogs leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog. Vandaag had ik een gesprek met mijn psycholoog en nadat ze ongeveer 10 keer autisme spectrumstoornis had gezegd, heb ik er toch maar iets van gezegd. Toen begon ze AS te zeggen en daarna heb ik er wederom iets van gezegd. Kunnen we niet gewoon autisme zeggen? En waarom reageer ik nu zo fel op het woord autisme spectrumstoornis? Omdat ik denk dat autisme geen stoornis is, maar een andere manier van ontwikkelen. Die is soms per levensfase knap in de weg kan zitten. Dat kan ertoe leiden dat je je autisme soms ervaart als een handicap of een beperking. Ik leg het woord beperking altijd zo uit. Een beperking zorgt dat je niet naar iedere kroeg kunt gaan. En een handicap zorgt dat je naar geen ene kroeg kunt gaan. Dat is een beetje mijn definitie die er ook geschreven is door de Wereldgezondheidsraad. De Wereldgezondheidsraad heeft er ook over dat het woord stoornis gebruikt wordt in een medische context. Daarvoor denk ik, laten we het woord stoornis lekker bij medici hangen. Tegen mijn psycholoog heb ik ook gezegd, ga het werk van Martine Dalfos lezen. Zij bewijst ook dat het geen stoornis is. Daarnaast vraag ik me af wat het woord stoornis met mensen allemaal doet. Als je maar vaak genoeg hoort dat je een stoornis hebt, dan ga je er vanzelf in geloven. Ik heb ooit in het boek Plan B daarover een verhaaltje geschreven. Ik zal dat verhaaltje binnenkort ook even met jullie delen. Het woord autisme spectrumstoornis, of AS zoals we het dan vaak afkorten, is eigenlijk nog hetzelfde. Alleen hebben we er dan een afkorting van gemaakt. En als je het in het Engels leest, staat er gewoon AS en AS de dikke reet van mijn buurvrouw, zoals ik altijd zeg. Laten we gewoon autisme zeggen. Dat is al moeilijk en ingewikkeld genoeg. En dat is mijn persoonlijke uitdaging, maar ik hoor graag hoe jullie erover denken. Ik zie graag een autisme-vriendelijke maatschappij. Misschien gewoon een mensvriendelijke, want dan zijn we gewoon vriendelijk met elkaar en dan hoeven we al die nare termen die bij medici horen niet te gebruiken. Een autist met een autistische autisme-spectrumstoornis of een AS-diagnose.